Ja, goeie avond allemaal. De sfeer zit er hier lekker in. Heel goed. Ik wil allereerst alle politieke partijen die vandaag zetels hebben gewonnen van harte feliciteren met hun uitslag. Maar ik sta hier ook als een hele trotse en hele blije partijleider. Niet alleen vanwege onze eigen uitslag met waarschijnlijk plus één zetel, maar vooral ook omdat de positieve Europese krachten vandaag deze verkiezingen hebben gewonnen. En dat is het allerbeste nieuws. En ik heb de afgelopen weken echt enorm genoten van de fantastische campagne die jullie neer hebben gezet. Want in het hele land zijn D66'ers weer massaal de straat op gegaan. Flyeren op de markt, canvassen in weer en wind. We zijn online nog nooit zo zichtbaar geweest als de laatste paar dagen. En velen van jullie hebben ook vandaag nog familie, vrienden, collega's overtuigd om te gaan stemmen en op D66 te stemmen. Dus dank jullie wel voor jullie geweldige inzet. En we hebben de afgelopen weken het verschil gemaakt met een positieve boodschap over Europa. Dat een sterk Europa goed is voor onze eigen veiligheid, voor onze portemonnee, voor het aanpakken van de klimaatcrisis. En dat alleen maar samenwerken in Europa uiteindelijk ook Nederland vooruit helpt. En met die positieve boodschap gaan dadelijk Gerben Jan met een fantastisch team het werk van Samira doorzetten. En ik heb er nu al zin in. En laat onze winst van vandaag ook een boodschap zijn naar liberale partijen, conservatieve partijen in Europa, die het tegenwoordig normaal vinden om de samenwerking met extreem rechts aan te gaan en te normaliseren wat niet normaal zou moeten worden. Wij als D66 zullen de komende jaren niet alleen in het Europees Parlement, maar ook in de Tweede Kamer, elke dag opstaan tegen de politiek van populisme en uitsluiting en laten zien dat er een redelijk alternatief is. Dit is pas het begin. Ik ga jullie aan de borrel laten. Ik wil jullie vragen nog één keer een heel hard applaus te geven voor iedereen die de afgelopen weken campagne heeft gevoerd. En in het bijzonder Gerben-Jan Gebrandy en onze campagneleider Wieke Poudersma. Dankjewel, de Queen of the North. Fijne avond allemaal.